In deze polder tussen Nieuw-Beierland en Piers Hill zouden ze moeten komen. Minimaal 5 windturbines van zo'n 150 meter hoog. Het schrikbeeld van de stichting die hier actie tegen voert. Het gaat ons echt om het feit dat er plekken zijn binnen de gemeente Korendijk. Praten we nog niet eens Hoekzwartbreed, maar binnen de gemeente Korendijk. Waar veel minder gezinnen last zullen hebben van deze molens. En dan gaat het om geluidshinder, slagschaduw, waardedalingen. Allemaal zaken die gewoon voorkomen kunnen worden. En dat vinden wij ongelooflijk. Maar voor de actiegroep begint het wel een roppe veronder te worden. Morgenavond zijn de windmolens onderwerp van discussie in de gemeenteraad van Korendijk, waar het gebied onder valt. Een van de laatste momenten waarop er nog iets te zeggen valt. Wat we morgen graag willen is dat de gemeente niet alleen een onderzoek doet naar dit stukje land, maar ook wat breder gaat kijken naar eventueel gebieden die ook geschikt zijn en waar veel minder hinder zal zijn. Toch is het volgens de verantwoordelijk wethouder te laat om te protesteren. Als de gemeente niet gaat voor deze locatie, dan zet de provincie ze er alsnog neer. De provincie zegt, we zijn bereid om de gemeente Korendijk een besluit te laten nemen over de locatie, mits het de locatie 50 wordt. Dan mogen wij als gemeente het bestemmingsplan wijzigen. Als wij ineens iets anders willen, of als wij iets anders willen, dan zegt de provincie, dan krijgen jullie die bevoegdheid niet van ons overgedragen en dan blijven ze het lekker zelf doen. Ik denk dat de provincie ook redelijk is en ik denk, daar vertrouw ik op. Ook zij zullen zien dat een eerlijk onderzoek nodig is. En bovendien is er draagvlak nodig. Dat is iets wat in de wet staat. Dat is er absoluut niet voor deze locatie. En dat is vooral omdat het nog niet uit te leggen is. Wordt het druk morgen in het gemeentehuis? Of bent u met z'n tweetjes de enige die actie voert tegen deze windturbines? Ja, gelukkig niet. Gelukkig hebben we meer dan de helft van de bewoners heeft sowieso een handtekening gezet. En morgen verwachten we honderden mensen in het gemeentehuis.